Zaterdag 22 oktober was de vierde zaterdag van het kunstfestival in Ede met als thema Art and Food. Aan de gevels van de Achterdoelen zijn teksten aangebracht van onder andere Arthur van Schendel en stadsdichter Harry Onk. En kinderen konden zich uitleven in het maken van een kleurrijk straatkleed. Gedurende twee zaterdagen maakte kunstenaar Johan Timmers ter plekke een kunstwerk van lege blikjes. Na een week was er goed te zien hoe dit werk vordert. In deze uitzending doen wij verslag van Place du Chocolat, workshop Fruit Art in 3D en foodfotografie. Welkom bij Morzo Extra. Schilderen met verf is de normaalste zaak van de wereld. Maar dat kan ook met chocola. In de Place du Chocolat konden kinderen zich hiermee uitleven. Ik ben nu chocola aan het smelten, want we zijn hier heerlijk met kinderen aan het schilderen met chocola. In het kader van Art and Food van het kunstfestival in Ede. Het is iets anders dan schilderen met verf. Hier kan je gewoon je vingers bij aflikken. Dus dat is een stuk leuker. Gebeurt het niet dat het allemaal opgegeten wordt? Ja, maar dat mag. Ja, wij zijn echt heel makkelijk. We hebben hier namelijk ontzettend mooie versiering bij de chocola. De snoepjes. En het belangrijkste is dat kinderen eerst even proeven of dat wel lekker is. Want als het geen lekkere snoepjes zijn, dan kan je er natuurlijk nooit mooi schilderij mee maken. Dus daar beginnen we mee. En daarna mogen ze met zo'n prachtig bakje. Ja. Kijk eens even. Dat is een art en foodkommetje. Mogen ze de snoepjes uitkiezen. Ik smelt ondertussen chocola. En dan gaan ze lekker aan het schilderen. Dus het is meer dan schilderen. Het is ook collage maken. Ja, ik zag net al bijna een driedimensionaal kunstwerk. Had iemand drie van die mini-marshmallowtjes op elkaar geplakt. Helemaal geweldig. Hecht het ook een beetje? Laat het niet los? Nee, want chocola, dat is net lijm. Als het opdroogt, dan zit het hartstikke goed vast. Genoeg chocolade tussen, dat werkt heel goed. En je kunt het ook aan de muur hangen en een tijdje bewaren? Ja, maar ik zal heel eerlijk bekennen, ik heb thuis geen chocoladewerk aan mijn muur hangen, dus echt zeker weten doe ik het niet, maar ik ga er wel vanuit. Ik ga er vanuit, ja. Bij kinderatelier Stad en Land konden kinderen zelf een 3D-tekening maken. We zijn bezig met een workshop geven van 3D-printen. En de kinderen mogen vandaag mij helpen met een kunstwerk af te maken van food art. En ze mogen iets maken met de 3D-printer of met de 3D-pen. Dat kunstwerk, dat is een soort collage? Ja, het zijn eigenlijk zoals pop art eerst met gekleurde vlakken. En zij mogen daar een stuk fruit of groente uitkiezen en daar een poppetje van maken. En die mogen ze dan ophangen in hun gekozen kleurvlak. Dat poppetje maken, hoe gaat dat precies in zijn werk? Nou, met de 3D-printer, dit is de 3D-printer die hier aan het bezig is. En dan mogen ze op de iPad een tekening overtrekken en daar een poppetje van maken. Dit is het tekenprogramma Doodle 3D. Je kan in het programma heel makkelijk een foto onderhangen. Nou, dit jongetje had toevallig een knoflook uitgekozen en die heeft hij overgetrokken. Toen konden we het heel makkelijk vergroten en daardoor kon het jongetje heel makkelijk de ogen en de mond erin tekenen. En hij kreeg een baardje. Maar ja, toen vertelde ik dat als je dit print, dat het dan loskomt. En daarom heb ik gezegd van ja, misschien moet hij dan wel een brilletje krijgen of moet hij zijn tong uitsteken om dat aan elkaar te koppelen, zodat het één objectje wordt. Nou, dat deed hij vol enthousiasme en dit is het resultaat. En dan doen we het verkleinen en dan drukken we op print en dan gaat deze gelijk aan de gang en daardoor wordt hij geprint. Het proces is dat erachter zit een filament, een rol, dat is kunststof en dat wordt omhoog geduwd. En op de kop wordt het eigenlijk verwarmd tot 230 graden. En daardoor wordt het zacht en kan de printer hem spuiten. En als het ware in het programmaatje waar je wat getekend hebt, dat figuurtje tekent hij de hele tijd na. En zo bouwt hij eigenlijk jouw tekening op wat jij getekend hebt. Hoe is de belangstelling vandaag? Ja, dus op een gegeven moment liep het lekker redelijk door. Dus dat was wel leuk. En dan waren kinderen heel enthousiast bezig. Dus dat is altijd leuk om te zien als ze wat kunnen maken. En wat gaat er gebeuren met het uiteindelijke resultaat? Nou, we zijn dus bezig met het kunstwerk af te maken. En die blijft dus deze week hangen. Dus al het werk van de kinderen komen in één groot schilderij te hangen. En dat mogen ze dan volgende week komen ophalen om het weer af te breken. Dus als het ware, we bouwen iets op en we breken het weer af. In een fotografieworkshop is het mogelijk om met uw eigen boodschappen een stilleven te componeren en te fotograferen. Dit is een cursus foodfotografie. Stillevens van eten in de studio met licht. En dat betekent dus componeren? Composities maken. Wat ik cursisten leer eigenlijk is, er zijn drie dingen belangrijk in stillevens foodcomposities. Dat is de kleur,
materialen die je gebruikt, de compositie. En we leren met name de cursisten heel veel over licht. Want dat is eigenlijk waarmee je het plaatje maakt. De camera is niet eens zo belangrijk. Mensen komen hier met een iPhone en maken bijna net zulke mooie foto's als de dure camera's. Dat zit hem gewoon in het licht. Het opzetten van een compositie, gaat dat op gevoel of zijn er ook regels voor? Ja, er zijn compositiewetten. Je hebt allerlei zeg maar beeldschermindelingen. De gulden sneden is belangrijk. De regels van drie zijn belangrijk. Maar het is in de compositie van stillevens is het eigenlijk zo dat je moet vooral je eigen fantasie de loop laten gaan. Het gaat erom dat je eerst een soort concept in je hoofd hebt van wat wil ik gaan maken. Daar zoek je je materialen bij. Dat ga je neerzetten. En dan begint er eigenlijk een spel van ja, componeren bijna. Met hoge en lage onderdelen. Net zolang tot je tevreden bent. Maar het is heel persoonlijk en het is gewoon een creatief proces inderdaad. Ja. Het licht heb je hier ingesteld neem ik aan. Ja. Maar de compositie zelf, ik zie appels liggen in schaal. Doe jij dat of moeten de cursisten dat doen? Nou, ik leg eerst aan de cursisten uit zeg maar, hoe je omgaat met composities. Vervolgens haal ik de tafel leeg. En zeg ik tegen een cursist van, nou, ga je gang. En dan moeten ze spullen pakken en neerleggen. En dan we hebben de laatste foto gemaakt met een compositie die door de groep gemaakt is. En ik regisseer dat een beetje, dat het goed komt. Maar de mensen zijn verrassend creatief in het bedenken van hun eigen composities. Ja.